lucht te weinig eigenlijk. Kun je stellen. Echt lucht te weinig. Maar eens een konijn even uitlaten. Even hier zetten. Buiten. Zoals ik hem zei, ik ga even naar buiten babbelen. Het is veel wind, Fudge. Zo. Ik zat daar nog. Het is al laat, dus we gaan slapen. Ik neem jullie allemaal mee op een nachtrit doen. Vergeten, te filmen nog. Dus dan neem ik niet meer zo mee. Misschien is het een probleem. Zo, voilà. We zijn op de badkamer. We gaan ons tanden poetsen. Dus, moet ook gebeuren. Dus je merkt dat ik niet zo heel veel water mee heeft, dus dan gaan we dit bekertje doen. Zo. Voilà. En dan heeft hij terug water. Dan kan je terug drinken. Zo, dat hebben we gedaan. Dan zijn we hier op deze plaats. Dat is iets beetje donkerder. En dan doen we ook nog wat snoepjes. Voor het slapen gaan, dan zien we er zo uit. Zo een beetje... Zo. Dan ben je gewoon op de grond. Daar zit het trouwens. Precies. En dan had hij dat gewoon op eigenlijk. Nee, dat is niet wat ik al doe. S'nachts nog.
En ik lig hier namelijk in bed. Dus hier slaap ik. Zo. Dus, hier slaap ik in bed. Zit daar. Zo. En die zetten we er eigenlijk gewoon in. Zo. En daar is het gewoon slapen eigenlijk. Je slaapt wel iedereen. Bedankt om te kijken naar deze nieuwe leuke video. Wil je nu meer van die avondvlog zien? Dan wil ik even de avondste film van eten tot en met. Laat het zeker weten. Doe dan zeker een extra duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot ziens. Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Goedemiddag. Ik ben van plan eigenlijk om eens te kijken of ik in deze jurk nog kan. Zo ja, doen we die aan voor een video? Zo nee, waarschijnlijk niet. Doen we die natuurlijk niet aan voor een video, natuurlijk, is logisch. Maar we gaan nog zo een video maken. We gaan ook nog een video maken als jongen. En die gaan we erop plaatsen. Te zien hoe ver gaat dat nu ook nog viraal gaan eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van alles en nog wat. Om dat te doen. Ik heb heel veel kleeds van K3, dat zei ik eerlijk, maar ik heb er niet zo heel veel bedoel ik die passen. Dus ik heb er deze kan ook. Alles zit hier in deze zak. Dus in deze zak zit eigenlijk alles. Dus we kunnen het wel eens bekijken. Dit zijn ook jurkjes van K3. Ik ga even hier opzetten. Zo. Er zijn heel veel van K3, zoals deze, is van K3, zie je, dat is een jurk welke maat is deze, want ik zeg het, ik ben ook niet echt gegroeid, maar het is een 32, dus ik denk nu, ik weet het niet of dat ik er nog in pas, misschien wel, misschien niet, dat gaan we zo straks zien. Nog wel dit, is ook nog van K3. En kijk, er zijn heel veel kleren in. En als dat past, gaan we dat aandoen. En dan gaan we daar weer een video van maken. Sowieso gaan we een video maken met jurk, maar ik wil eens iets anders doen dan half met dezelfde jurk. Omdat het dus eigenlijk nog altijd verhaal aan het gaan is, dacht ik misschien wel goede content voor op TikTok. Niet dat ik een meisje wil zijn, want ik wil echt wel jonger worden. Vooral voor de uitdrukking. Maar gewoon om eigenlijk wat plezier te hebben eigenlijk op TikTok. Omdat je ook kunt merken van kijk. Ik wil ook wel te merken van, kijk, dus, iedereen mag zijn eigen zijn. En dat is heel belangrijk. Dus wil ik dat wel even proberen eigenlijk. Maar we gaan eerst onder de douche. Dus misschien past het wel. Ik zal eens kijken of dat nog past. Dus dat wil ik even uitstellen. Ik ben vol bezig met mijn transitie en alles. Dus ik ga niet naar een meisje gaan of zo. Dat doe ik niet, hè. Het zou nog wel passen. Als je met de tiret toe doet. Want ja, de tiret moet ook dicht. Ja. Dan gaat het wel. Ja, vroeger was mama daar voor de tret dicht te doen mee. En nu mama het niet meer is, dan heb ik dat niet meer. Het zal nog wel passen, kijk. Ik zit niet goed, maar het past wel nog wat. Hè. Dat zou ik dat kunnen aandoen. Perfect, perfect, perfect. Nee, dat moet nog niet echt dicht. Natuurlijk, ja, ik doe het wel zonder die trui. Hè. Ja, perfect. Die kunnen we misschien wel gebruiken voor de video. Zo. Perfect. Terug open doen. Ja, ja, dat is wel leuk. Dat is wel cool. Om dat te doen. Voilà, we hebben weer al wat nieuws gevonden. Ik blijf gewoon mezelf op TikTok. Nogmaals, wil ik hier herhalen. Er worden heel vaste accounten gemaakt. Niet op klikken, niet volgen. Gewoon weg ermee. Want als jullie daarop ingaan, dan blijft dat duren. Want dan krijgen ze roem en dat is niet de bedoeling dat ze roem krijgen. Het is de bedoeling dat ze geen roem krijgen. Dat is de bedoeling. Dus ik neem jullie mee. Ik ga ondertussen de bel doen. Het was zelfs zijn als je in bad zit, de bel gaat. Dus dat moet ik even nadrukken. Zoals je de konijnenkootjes nog doen en zo dingen allemaal. Dus er is nog veel voor het programma. Maar ja, ik ga dat wel laten vullen. Wat het gevuld en dan gaat de magie.